Lennis Heuvel is een horecazaak en een winkelrijker. En het zijn geen koekenbakkers. Omroep Dommeland Nieuwsflits. Sanne, een winkel in Lennis Heuvel. Hoe bijzonder is dat? Ja, heel bijzonder denk ik. Ja, klein dorpje, maar een heel leuk dorp. Dus een leuke plek voor een winkeltje. Hoe ben je erop gekomen om hier in een winkeltje te beginnen? Nou, oorspronkelijk heb ik hier op de basisschool gezeten, hier in Lennisheuvel. En ik wou voor mezelf iets beginnen. Dus was ik eigenlijk op zoek naar een leuk plekje. En in Lennisheuvel, het dorp, zat verder eigenlijk ook nog helemaal niks. Van vroeger uit was het eigenlijk de lunchroom zat er. Het was een café, van heel vroeger uit echt een bruin café. En waar we nu staan, waar de winkel is, was een feestzaal. Dus we hebben eigenlijk de feestzaal omgebouwd tot winkel met bakkerij erachter. Ja. Als ik rondkijk, is het hier één groot feest. Ja, dat is de bedoeling. Wat ben je aan het doen? Ik ben de nieuwe gebakjes erin aan het zetten. Dat zijn de goede doelgebakjes die we hebben gemaakt voor een man hier uit het dorp. Die gaat van Italië naar Lennisheuvel fietsen. En om hem eigenlijk te ondersteunen voor het goede doel, hebben wij een nieuw gebakje gemaakt. En de helft daarvan gaat naar het goede doel. Van het gebakje? Ja, van de prijs van het gebakje. Want ik zeg altijd zelf, ik ben echt van het zoet. Echt patissier en ik vond brood wel een hele goede toevoeging aan het dorp. Dus daarvoor heb ik gekozen om er wel brood bij te doen, ja. Maar hoor ik goed dat jij zelf dus de gebakjes zelf hier maakt? Ja, gebak en chocola maken we allemaal zelf, ja. Amber, wat ben je aan het maken? Ik ben hazelnootgebakjes aan het afwerken. Hazelnoot wat? Chocolade hazelnootgebakjes. Dus die... En waarom staat het water op? Stond het water op? Voor crème, er zit suiker bij en dan maken we crème van. Ik neem aan dat deze hazelnootjes op het gebakje. Ja. Oh, kijk, gebeurt al. Finishing touch. Ja, zo mooi mogelijk. En hoe lang doe je er nu over om zo'n gebakje te maken? Van begin tot eind. We maken heel veel tegelijk, dus... We zijn per gebakje misschien 5 minuten als je het omrekent. En hoe laat ben je vanmorgen begonnen? Ik om 7:00. Oh. Ja, dat valt wel mee, toch? En wat doe je nou precies? Ik ben marsepein aan het uitrollen om een naam in te drukken, zodat taart gepersonaliseerd wordt. Aha. En wat komt er op te staan? René, 50 jaar. René? Ja. Er komt ja, René. Dit is denk ik wel een van de leukere dingen van je werk, of niet? Zeker, ja. Bakken jullie het brood ook zelf? Nee, het brood komt van een bakker uit Waalwijk. En ik bestel het eigenlijk en iedere ochtend komen ze vers brood brengen. Ik denk dat de mensen uit Lennisheuvel blij zijn met de koekenbakker. Ja, zeker. Maar niet alleen de mensen uit Lennisheuvel. We krijgen heel veel fietsers uit de omgeving die richting de Campina fietsen of een fietstocht gaan maken. Omdat die toch heel veel door Lennisheuvel fietsen. En voorheen eigenlijk slecht terecht konden hier in Lennisheuvel. Dus eigenlijk allemaal doorfietsen. En nu zijn er toch heel veel die ook stoppen of even naar de kerk gaan kijken. Dus dat is ook heel leuk. Die zijn er ook heel blij mee. Ja. Had je gedacht dat het zo zou lopen? Want ik neem aan dat het goed loopt. Ja, ik zeg altijd, ik mag niet klagen. Het kan natuurlijk altijd beter. En in november zijn we een jaar bezig. Dus de opstart is nu wel redelijk ver. En ik ben wel heel tevreden hoe het gaat. Heel bijzonder. Ik wens jou heel veel succes met de koekenbakker. Ja, dankjewel. Dus René, als je kijkt. Hey, Abraham. Gefeliciteerd, hè.